Nou, hartelijk welkom allemaal. En een special welcome to our foreign keynote speakers, Michael Pachowski en Nicholas Colangelo. En our German professor, Christian Fischer, is nog niet daar, want de treinen doen het nog niet. En kei tof dat Stan Smeets en Alexander Minnaert, dat jullie er zijn. Ik hoop dat dit een beetje Belgisch klinkt, ik heb geen idee, maar ik hoop het. En misschien zeg je wel niet zo welkom in het Belgisch, maar dan hoor ik dat graag, want dan heb ik morgen een dag om het opnieuw te proberen. Maar ik dacht, ik probeer het in ieder geval een beetje. En dan natuurlijk ook een heel hartelijk welkom professor Munks en buitengewoon professor Hans van Elten, onze eregasten die in Nederland heel veel betekend hebben voor de begeleiding van begaafde jongeren. En natuurlijk Lianne Hogeveen, onze samenwerkingspartner van, van de Universiteit Nijmegen. En Katelijne van het CBO, waar we veel mee hebben samengewerkt om deze conferentie in principe voor jullie in elkaar te zetten. Ik hoop dat jullie de hele dag gaan genieten. Wij gaan dat in ieder geval wel proberen te doen. En ik ga jullie een beetje meenemen in wat we vandaag allemaal gaan doen. Nou, al een aantal jaren geleden, zo'n jaar of 6, 7, gingen Desiree Houkema, hier naast mij, en ik, Nora Steenbergen, al op pad omdat we echt het gevoel hadden, we willen uitstralen, dat we het belangrijk vinden dat je flow creëert in het leren van leerlingen. En dat is natuurlijk niet iets wat zomaar gebeurt, maar ieder van ons weet echt wel een momentje te noemen in de week dat je denkt, oh, hier ging de tijd heerlijk snel. Ja, en dat zijn natuurlijk momenten waar wij het in principe voor doen in het onderwijs. En als je passievol bezig bent met onderwijs, nou, ik kijk naar jullie en ik denk, hier zitten ze in ieder geval. Ja, dan hoop je dat dit ook gaat gebeuren met de leerlingen die je begeleidt. Dit is tevens het thema van deze conferentie en Desiree gaat daar straks wat meer over vertellen. Nou, wat hebben we vandaag allemaal? Wij doen een korte inleiding en dan gaan we over naar Michael Pachowski. Dan is er een inspiratieronde. In heel veel van de rondes zitten twee prachtige, goede praktijkvoorbeelden die gaan vertellen wat zij zoal allemaal doen. En daarna, omdat wij allemaal gewend zijn om met elkaar nog even door te praten, hangen op de ballonnen hiernaast de thema's van de inspiratieronde en kun je als je wilt tijdens de lunch nog even doorpraten. Misschien heb je ervoor gekozen om naar de interactieve lezing te gaan van Alexander Minnaert. Die zal hier onder andere dan staan. Je kunt in gesprek met Colangelo. Je kunt naar de lezing van Stijn Smeets. Dus we hebben eigenlijk een heel divers programma in die eerste ronde. Nou, daarna gaan we heerlijk lunchen met z'n allen. Dan zal hiernaast omgetoverd worden tot een paradijs met heerlijk voedsel. Daarna gaan we de eerste workshopronde in. Dan heb je je keuze gemaakt, die staat op de badge die je om hebt gekregen. Dan hebben we een tweede workshopronde. En wij zijn wel een klein beetje trots dat wij deze jonge man hebben gestrikt. Erik van de Boom, die op zijn 13e al het gymnasium heeft afgerond, toen een prijs kreeg voor kwantummechanica. Ja, en ik dacht eerst dat hij misschien wel, hij kan heel goed piano spelen, dat hij dat doet. Maar hij gaat ons op Housetronic verrassen. Dus ik denk dat het dak hier nog wel eraf gaat aan het einde van de dag. Maar dat is een leuke manier om de bol in te gaan. Dus zo ziet de dag eruit. En aan het einde kun je als je wilt een certificaat ophalen. Vanavond krijgen jullie nog een mailtje van ons. En daar, wij willen altijd ook heel graag horen, wat vonden jullie er nu van? En aan het einde van de dag staat die Surfy Monkey al wel op de website. Maar jullie krijgen nog een mailtje met de rechtstreekse links. En daarna is het ook zo dat wij zo snel mogelijk proberen om alle mooie sessies en pdf'en en video's die we maar binnenkrijgen van de workshopleiders, om die op de website te zetten. Dat gebeurt allemaal na de conferentie. En dan heb ik nog iets heel bijzonders. Eleonore van Gerven, ik denk dat die wel bij jullie bekend is, die heeft een verzoek aan ons gedaan om een oproep te doen. Zij zoekt namelijk 1000 respondenten die mee willen doen aan een onderzoek wat 1,5 uur duurt, maar voor een heel goed doel. Want in principe wil men dat met het onderzoek beter voor elkaar krijgen. Wat zijn nou de vaardigheden waar een specialist hoogbegaafdheid aan zou moeten voldoen? En kortom, eigenlijk een oproep aan jullie, want jullie zijn de mensen die in haar doelgroep zitten natuurlijk. Meld je aan bij Slim Educatief. De looptijd is vanaf nu tot aan komende maart. Dus dit is eigenlijk een oproep aan jullie. Dan voor degenen die heel actief zijn op social media,
Gisteravond, toen we er klaar voor waren, hebben we even een tweet uitgedaan. Wij gaan de hele 2 dagen tweeten onder hashtag NTCN-conferentie 2018. Vandaar dat we hem er even bij gezet hebben. En op talent stimuleren vind je ook deze tweet terug. Nou, het afgelopen jaar zijn we eigenlijk al in heel Nederland, tenminste dat hebben we getracht. Heel Nederlands weer een beetje overdreven, maar we hebben wel alle uithoeken een beetje bezocht. Met het thema dubbel bijzonder, omdat wij altijd zoiets hebben. Het is ook heel fijn dat jullie niet heel ver hoeven te reizen. Dus we zijn naar Eindhoven geweest, naar Arnhem, even helemaal naar Zeeland, naar Goes. Daarna gingen we naar Alkmaar in Noord-Holland. Toen waren we in Bakkeveen op de grens van Groningen en Friesland. Daarna in Amersfoort en nu vandaag in Nieuwegein. Eigenlijk doen we dat omdat we gemerkt hebben dat uitwisseling met elkaar, ja, daar gaat het uiteindelijk om. We kunnen heel veel leren van elkaar. Iedereen heeft weer ideeën en voorbeelden waar hij een ander mee kan inspireren. Dus we hopen dat jullie er vandaag eigenlijk met zo'n gevoel van yes ook naar buiten gaan. Daar gaan we altijd voor. En Desiree gaat iets verder vertellen om waarom wij dit thema hebben gekozen en waarom wij die samenwerking en het netwerken zo belangrijk vinden. Ja, Nora die zei het al, samen met onze partners. Eigenlijk zijn we dat al sinds 2015. In Europees verband is er een initiatief ontstaan vanuit ETSIA om echt te werken aan het stimuleren van talent door het supporten van talent networks. Want talent floreert alleen maar in een omgeving die daaraan ondersteunend is. Dus het gaat nooit alleen om het kind. En de European Talent Support Network, dat is dus sinds 2015 ontstaan. En sinds die tijd hebben we samen met CBO Talent Development en met de Radboud Universiteit en SLO, we keken elkaar aan en zeiden van ja, met elkaar is dit eigenlijk precies wat we al aan het doen zijn. Dus sindsdien zijn wij een talent center. Daar heb je nog niet heel erg veel van gehoord. We deden gewoon eigenlijk nog steeds wat we altijd al deden. Maar de laatste periode zijn we steeds actiever in het maken van die verbinding. En niet alleen met de partners die je hier ziet. We zijn in Nederland eigenlijk best wel heel rijk aan initiatieven van organisaties, op stichtingen. Dit is nog niet eens het complete plaatje, maar begin dit jaar zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen en hebben we gezegd, wat nou als we met elkaar eens gaan kijken van wat wij signaleren, de ene vanuit onderwijs, de ander vanuit de aandacht voor volwassenen, weer een ander vanuit een gemeentelijke aanpak. Of vanuit de vereniging van specialisten. Dus heel veel mensen en netwerken zijn daar samen in actief. En we zijn gaan kijken met elkaar van wat kunnen we nog meer doen om met elkaar te zorgen dat begaafdheid en talentontwikkeling in Nederland echt op de kaart komt te staan. En dat we daarin ook meer nog met elkaar gaan doen. Nou, daar zijn we begin dit jaar mee begonnen. Met een klankbordgroep. En de partijen die hier op de ziet waren allemaal uitgenodigd, bijna allemaal aanwezig. En om je een beetje een impressie te geven hoe hard daar gewerkt heeft, zie je een schets van één van de thema's die daar toen bij aan bod is gekomen. Want wat hadden we onder andere geagendeerd? De dubbel bijzondere leerlingen. Kinderen die naast begaafdheid ook kenmerken hebben van een leer- of gedragsprobleem. Om wat voor reden dan ook. En die heel vaak toch wel extra ondersteuning nodig hebben, maar wel ook passende uitdaging op hun talentgebieden. En een omgeving met peers. Nou, dat is vaak nog best wel een uitdaging om al die behoeften recht te doen. En daarnaast steeds vaker de aandacht voor kinderen die uitvallen. En wat je hier ziet is een hele ruwe schets van groepen die na elkaar steeds verder aan gingen vullen. En eigenlijk is die dag met elkaar, zo bij elkaar, de aanleiding geweest om het programma voor vandaag neer te zetten zoals we dat nu hebben gedaan. En een van de dingen die je ziet in het midden is het woord drop-outs. En al heel snel hadden wij zoiets wat eigenlijk een negatieve manier om daarna te kijken. Dit zijn gewoon kinderen of jongeren of volwassenen die tijdelijk uitvallen in reguliere settings. En wat zegt dat daarover? En we kwamen gaandeweg ook tot een visie van waar gaat het dan eigenlijk over? Een van de dingen en sommige plaatjes die nog schetsmatig in de brainstorm naar voren kwamen, heb ik hier even uitgelicht. In ieder geval het belang
van de psychologische basisbehoeften. Kinderen willen zich veilig voelen, geaccepteerd, gezien, verbonden voelen. Ze willen het gevoel hebben dat ze zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheden leren nemen. En ze willen competent ervaren, competentie ervaren. Nou, dat is heel bekend van de Self-Determination Theory. Alexander Meinert zal daar ook wat over zeggen, maar ook in andere sessies komt het naar voren. En ze willen ook een stuk zingeving ervaren. Want wat we heel erg merken, juist bij kinderen die uitvallen, maar dat geldt natuurlijk voor ook in werkzettings, je wil betekenisvol werk doen, je wil betekenisvol leren. Dus dat is heel erg belangrijk. En daarvoor wil je persoonlijke doelen die voor jou relevant zijn. En een van de andere dingen die naar voren kwam, was de mythe van het gemiddelde. Maar ook de mythe dat rondom begaafdheid er we maar over één soort doelgroep hebben. Dat er zoiets al bestaat als de hoogbegaafde. Vanuit onderzoek naar hoe de hersenen werken en wat we tegenwoordig weten over intelligentie. Geen brein is hetzelfde. En op conferenties rondom begaafdheid wordt dat internationaal ook steeds meer erkend. De diversiteit in deze groep is enorm. Dus is het belangrijk om naar ieder mens als individu te kijken. En wat we in de context van passend onderwijs en in de zorg ook steeds meer zien, is dat daarbij niet de labels leidend zijn, maar wat heeft deze persoon, dit individu in zijn context nu eigenlijk nodig? Nou, dat is dus heel erg belangrijk. En die omgeving, die ecologie van het kind, van de volwassenen, of dat nou school is of werk, dat vraagt om afstemming met de persoon zelf. Nou, dat weten we ook wel allemaal, maar in de praktijk gaat het daar heel vaak mis. Hoe betrek je ouders meer? Hoe zorg je ervoor dat er ook daadwerkelijk met het kind of de volwassenen of de jongeren wordt gesproken? En uiteindelijk gaat het dus heel veel meer om persoonlijke groei, ontwikkeling, zorgen dat kinderen ongeremd kunnen bloeien, floreren in hun omgeving, met de support van anderen om hen heen. En wat we daarnaast heel erg vaak zagen in het gesprek daarover, is deze kinderen hebben vaak een enorm creatief potentieel. En dat maakt ook dat reguliere kaders al snel ter discussie worden gesteld of gewoon minder werken. Dus aandacht voor creativiteit is daarbij ook heel erg belangrijk. Nou, zo kwamen we op het thema flow creëren in leren, waarin we creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei vanuit een levensloopperspectief willen beschouwen. Dat staat ook in het hele programma eigenlijk centraal. En dan willen we vooral kijken welke stimulerende factoren dragen daar nou aan bij, aan een positieve ontwikkeling. Nou, jullie hebben allemaal je persoonlijke programma geselecteerd. Dus ieder op zijn eigen manier ga je hiermee aan de slag. En flow is dus dat gevoel waar Nora al even naar refereerde. Ik kan me nog goed herinneren dat toen ik deze boeken las van Csikszentmihalyi, dat daar een enorme rijkdom aan inzichten eigenlijk onder zat. Want het is niet alleen de psychologie van het optimale welbevinden, het is ook de omstandigheden waarin optimaal leren plaats kan vinden. En dat valt nog niet mee om dat voor iedereen in iedere context te creëren. Maar dat gevoel, dat kennen jullie vast allemaal wel. Dat wanneer je ergens mee bezig bent, dat het lijkt alsof de tijd vliegt. En je helemaal niet bewust bent van wat je eigenlijk aan het doen bent. Maar het voelt gewoon goed en de energie kan stromen. Nou, dat gevoel, dat wil je natuurlijk graag stimuleren, dat daar ruimte voor staat. Nou, hier zie je ook wat dat betekent. Dat betekent dat je daadwerkelijk iemand aanspreekt op zijn mogelijkheden. En niet alleen in waar hij goed in is, maar juist ook waar hij blij van wordt, waar hij energie van krijgt. En wat je heel vaak ziet, is dat dat nog meer samenvalt dat wanneer jij bezig bent met iets in het moment en dat je dat op latere leeftijd ook kan verbinden door betekenis te geven aan eigen ervaringen, aan levensthema's die voor jou van belang zijn, dan ervaar je ook een stukje zingeving in datgene wat je aan het doen bent. Dus dat is een hele belangrijke, dat we daar ruimte voor creëren en met elkaar als ondersteunend netwerk rondom al die individuen samen mogelijkheden voor creëren. Nou, in de flow, dat betekent ook dat je dingen op je pad krijgt waar het niet vanzelf stroomt. Het is niet altijd de makkelijkste weg, want je gaat uitdagingen aan waarin je grenzen verlegt.
En tegelijkertijd is dat wel hetgene waar je meest alive voelt. Het meest alsof je leeft en echt ervaart van yes, dit doet ertoe, dit is belangrijk voor mij. En ik noemde het al even dat we het levensloopperspectief heel erg belangrijk vinden. En internationaal gezien staat Nederland bekend inmiddels als een land wat daar ook steeds meer erkenning voor geeft. En waar veel organisaties en personen zich steeds meer voor inzetten. Want het lijkt soms wel eens alsof in het hele pad van ontwikkeling stimuleren, ook op conferenties rondom begaafdheid en talentontwikkeling, dat we het dan alleen maar over onderwijs hebben. Maar er is een hele periode voorafgaand aan onderwijs en het stopt natuurlijk niet. En dat lijkt soms wel het geval. En wij willen heel graag, doordat we zien dat dat in Nederland ook zo gebeurt, daarin samenwerken en tot en met de volwassenheid kijken, wat heb jij nou nodig? Wie ben jij daarin als persoon om het leven op een manier te leven zoals dat voor jou belangrijk voelt? En dat betekent dat dat dus niet stopt na school en ook belangrijk is in het studentenleven en in je werk. En heel vaak zien we dat dat stuk nog te weinig aandacht krijgt. Maar tegelijkertijd kunnen we daar heel veel van leren als we daar wel in samenwerken. Want de issues waar veel kinderen op school tegenaan lopen lijken heel erg op waar sommige begaafden in hun werk tegenaan lopen. Dus dat is wel iets waar we graag die samenwerking ook in zoeken. Vandaar dat levensloopperspectief met de aandacht op leren, ontwikkeling, persoonlijke groei en eigenlijk gewoon het leven leven. Nou, heel aan het begin begint dat voor veel kinderen. Ze worden geboren en ouders doen daarin al heel veel ervaringen op met hun kind. Dus wat ik even onder de aandacht wil brengen, is dat we afgelopen jaar in het kader daarvan ook voor de kinderen die naar school gaan een intakevragenlijst hebben ontwikkeld vanuit SLO. Waarin we ouders als ervaringsdeskundigen ook echt serieus willen nemen. Vanaf dag 1 of eigenlijk al voordat ze op school komen. Nou, dit is een hulpmiddel om daarover in gesprek te gaan. Waarbij je kijkt naar de hele brede ontwikkeling. Vervolgens met ouders en leerkracht na een tijdje in gesprek gaat. En in kaart brengt van hoe zie jij het kind. En is er wellicht ook sprake van een ontwikkelingsvoorsprong waar we nu al alert op kunnen zijn. Maar vooral ook, zien we het kind hetzelfde? En waar zitten de verschillen? En wat werkt bij jou thuis? Dus ouders als ervaringsdeskundigen serieus nemen, dat is heel erg belangrijk. Die ruimte voor persoonlijke groei staat dus op het programma. Ruimte voor ontwikkeling, voor talentontwikkeling. Met de focus op de kwaliteiten en de kansen die daarbij ondersteunend zijn. En een ander iets is, het gaat nooit alleen over de leerlingen of de volwassenen. Het gaat altijd ook om die context eromheen. En in het kader van onderwijs hebben we daarom op dit moment een nieuwe placemat die je hebt kunnen zien bij onze stand. Hoe kun je talentontwikkeling stimuleren vanuit je rol als leraar, als bestuurder en als schoolleider? En hoe kun je ook de talenten van je team daarin meenemen? Dus dat is de nieuwste placemat waarin op de ene kant nog steeds de uitleg, zoals we die ook voor leerlingen hadden ontwikkeld, staat. En aan de andere kant, dus wat betekent dat voor de omgeving? En hoe zorgen we ervoor dat ook zij hun talenten en kwaliteiten inzetten? Nou, ruimte voor creativiteit, dat is waar het om gaat. Ik was vorig jaar bij een andere conferentie van Novelo waarin, en het IHBV, waarin Susan Daniels een sessie had over Wired of Nurturing Creativity. En dit waren mijn schetsjes van die sessie. Dus dit zegt ook iets heel erg over mijn manier van leren en waar ik helemaal blij van word. Dat is heel persoonlijk, maar in deze tekening, zeg maar, is een weergave van de sessie die daar ging over wat is er nou nodig om creativiteit te voeden. En je ziet hier eigenlijk al, dat betekent dat je engagement moet creëren, betrokkenheid. Het betekent ook dat iedereen heeft creatief potentieel. We zijn eigenlijk gewired om te creëren. En sommige mensen hebben die neiging heel sterk. Die willen scheppen, die willen creëren. En die doen het meer voor de fun, voor het plezier van het ermee bezig zijn, dan voor de beloning. Sterker nog, als je dat gaat belonen, dan beïnvloedt dat de intrinsieke motivatie in een negatieve zin. En zij doen het eigenlijk gewoon alleen al voor het creëren zelf. Dus er zitten een aantal, eigenlijk gaat het hier over
emoties? Hoe geef je daar uiting aan? Wat beweegt jou? Allemaal aspecten die daarbij van belang zijn. Dus de termen flow, wired to create en ook de invloed van wanneer je daadwerkelijk creatief potentieel aanspreekt en dat je dat in alle contexten de ruimte geeft, dan draagt dat ook weer bij aan zingeving. En tegelijkertijd, en je ziet het ook wel een beetje in mijn schetsje, is het niet alleen in woorden, maar ook visueel. En-en, dus via meerdere ingangen het leren stimuleren. Nou, waar we dus heel graag, ook samen met jullie, en we zijn ook heel blij dat jullie 2 dagen, vandaag met jullie en morgen met nog weer een nieuwe groep, hier aanwezig zijn, dat we ook creativiteit stimuleren door buiten de eigen kaders te kijken. Want dat is precies waar je leert hoe dingen ook anders kunnen zijn. En dus je ziet hier een plaatje van een netwerk en we zijn steeds meer bezig om niet alleen naar onderwijs, maar ook naar opvoeding, zorg en werkcontexten te kijken en te zien door met elkaar uit te wisselen, wat kunnen we daarin van elkaar leren via die netwerken. Nou, dat willen we verbinden en versterken als een soort van steen in de vijver. Want overal waar je beweging creëert, zorgt dat voor een rippeleffect. En ieder van ons kan daar een bijdrage aan leveren. En als het ons lukt om dat op meerdere plekken te doen, dan creëren we als het ware rippels die elkaar onderling ook weer kunnen versterken. Nou, dat is waar we met elkaar heel erg aan willen werken. En voor ons ziet dat er dan eigenlijk zo uit dat als er op meerdere plekken dit soort lokale, regionale netwerken ontstaan en we op landelijk niveau die thema's ook verbinden en weten van elkaar. En dat zijn dus veel meer stippen dan wat je hier op de kaart ziet, want het gaat even om het idee. Dat je daarmee dus onderling ook weer enorm veel van elkaar kan leren. Nou, dat samenwerken, dat is dus waar we met elkaar mee aan de slag willen. En Nora die zal dat even gaan vertellen, wat we daar nu concreet mee gaan doen. Dit is een experiment wat we gaan doen, want we willen heel graag dat jullie gaan samenwerken. Jullie zien hier 10 ballen, die worden dadelijk het publiek in gegooid. En die staan eigenlijk voor gratis tickets voor morgen. Nou kan het zo zijn dat je zegt, ik ben hier morgen al, dan heb ik er niks aan. Maar op allerlei manieren kun je mensen blij maken. Ik ga nu maar een vraag stellen. Voor hetzelfde geld zegt niemand wat. Dan hebben de mensen die op de wachtlijst staan waanzinnig geluk. Want dan gaan die 10 gratis tickets naar de wachtlijst en dan kunnen zij gratis komen. Wat is het idee? Daar komt mijn vraag. Is er iemand in de zaal die ofwel iemand weet die morgen, want hij zat vol, graag had willen komen of die zelf nog graag wil komen? Wil diegene gaan staan als je iemand weet? Kijk, top. Achter in de zaal. Oh, kijk, er zijn 5, 6. Jongens, dit wordt een interessante opdracht. Probeer die ballen naar die mensen te krijgen. Wat is namelijk de opdracht? Die jonge man daar ginds achter is een fantastische DJ. Die gaat, als zo dadelijk de ballonnen de zaal ingaan, gaat die de muziek aanzetten. Zodra de muziek stopt, is het onze zaalopdracht om die ballonnen bij deze mensen te krijgen. En hij mag pas gepakt worden als de muziek stopt. Anders gaan ze naar de wachtlijst. Is het een beetje duidelijk wat de bedoeling hiervan is? En het is namelijk goed, jullie hebben een half uur gezeten, is dat jullie in actie komen. En ik wil graag even Kathleen. En ik wil Lianne graag het podium op. Ik geef even ballonnen aan Hans en Frans en Stijn en Alexander. Jullie krijgen een ballon van mij. Kom maar. Jullie mogen zo gooien. Als ik aftel, gaan we gooien. Je geeft een start, zei. Hanna. Ja? Alexander? Oh, oké, 1 moment. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ik ga mijn best doen, hoor. We gaan het moeilijk maken. Nou, als de rest nu gaat zitten. Als de rest gaat zitten. Oké. Okay. Sorry voor de hint. Ja, dat gaat toch goed, hè? Oh, die mevrouw moet er daar één hebben. Hij moet daar één. Ja, super. Chaos. Die mevrouw moet hem nog krijgen, die blauwe dan. Die durft het niet aan. Ja, ze helpen haar. Hè?
Oké. Oké. Nou, weet u, als je een ballon hebt, ga even naar de dames aan de zijkant met de microfoon en geef even je naam door. En als je geen ticket wil, dan geef je hem aan iemand van de wachtlijst. Dus heel even voor de mensen die een ballon hebben, ga even naar de dames aan de zijkanten met de microfoon en laat even je naam weten. Dan gaan wij nu de hoofdspreker in. Nou, dan zijn we in ieder geval allemaal een beetje los. Dat was ons idee, anders zit je anderhalf uur. Dat vonden wij een beetje jammer. Nu gaat Desiree gaat de hoofdspreker van de ochtend introduceren. En ik wens jullie al heel veel plezier daarmee.